In deze webles gaan we kijken naar het begrip vervangingsveerstand. Een vervangingsweerstand heb je vaak nodig als je te maken hebt met een probleem waarbij je stromen of spanningen moet uit gaan rekenen in een schakelschema. En vaak is dat schakelschema net iets complexer dan dat je eigenlijk zou willen. We gaan weer zoals altijd eerst het plan voor aanpak doornemen en daarna licht ik het toe aan de hand van twee voorbeeldjes. Plan van aanpak. Dus je hebt een probleem, je hebt een, een schakelschema gekregen met daarin weerstandjes en je moet een spanning gaan berekenen, een vermogen gaan berekenen, een stroomsterkte gaan berekenen. Dan zul je eigenlijk bijna altijd moeten gaan vereenvoudigen, net doen alsof alle weerstandjes in jouw systeem um, vervangen gaan worden door één weerstand. En wanneer je dat doet kun je namelijk altijd de totaal stroomsterkte uitrekenen. En dan ben je vaak al uh, op de helft van je probleem. De eerste vraag die je zelf moet afvragen is. Ja, waar heb ik eigenlijk mee te maken? Heb ik te maken met een serieschakeling, een parallelschakeling? Of een schakeling waarbij allebei aanwezig is? Dus een gemengde schakeling. En eh, vaak kan het helpen als je in de schakeling die je hebt gekregen gaat werken met kleurtjes. Om het voor jouzelf wat overzichtelijk, overzichtelijker te maken. Nou als je dat dan hebt. Dan ga je vervolgens kijken waar zit nou de kleinste eenheid welke twee of drie of vier weerstanden kan ik gaan vervangen door een vervangingsweerstand. En die kunnen dan staan of in serie, dan staan de weerstandjes dus allemaal aan hetzelfde draadje. Of ze staan parallel, ze beginnen allemaal bij dezelfde kruising en ze eindigen ook bij dezelfde splitsing. En in serie gebruiken we de formule de vervangingsweerstand is gelijk aan de opgetelde waarde van alle losse weerstanden. Parallel is iets ingewikkelder. Je kunt werken met de geleiding, dan is de vervangingsgeleiding gelijk aan de optelling van alle losse geleidingen. Of je gebruikt de 1 gedeelte vervangingsweerstandformule als je liever met de weerstanden wilt blijven werken. We gaan eens even kijken naar twee voorbeeldjes. Voorbeeld 1 is deze schakeling. De vraag is niet eens uh, om hier iets mee te gaan rekenen, maar uh, de vraag is eigenlijk gewoon: wat voor schakeling is dit? Heb ik hier te maken met een serie schakeling? Heb ik te maken met een parallelschakeling of is het een gemengde schakeling? En deze schakeling ziet er vrij complex uit. Om het nu voor mezelf makkelijker te maken, ga ik werken met kleurtjes. Ik ga alle draadjes die rechtstreeks verbonden zijn met de positieve kant van de batterij, die ga ik rood maken. En alle draadjes die rechtstreeks verbonden zijn met de negatieve kant van de batterij, die maak ik grijs. En dan ziet het er zo uit. En als je dit plaatje goed bekijkt, dan zul je zien dat elk van mijn drie weerstanden rechtstreeks verbonden is met zowel de plus- als de min-kant van de batterij. Dus op alle drie de weerstanden staat evenveel spanning als dat de batterij genereert. Anders gezegd kun je ook zeggen: ik heb hier eigenlijk te maken met een parallelschakeling. Het is iets wat verstopt. Maar ik kan deze schakeling mag ik net zo goed tekenen als deze schakeling. Het is precies hetzelfde. Kijk maar, eigenlijk schuif je R2 naar beneden en je draait hem eigenlijk 180 graden. De min van de R2 die zet je dan ook aan de rechterkant, en de plus aan de linkerkant. En dan krijg je eigenlijk dit plaatje. Dus door middel van gebruik van kleuren heb ik het vereenvoudigd en kan ik zien dat het een parallelschakeling is. In voorbeeld 2 gaan we eens dus echt rekenen. Um, dit is voorbeeld 2. Ik heb een complex uh, schakelschema en de vraag is: bereken de vervangingsweerstand van deze verzameling weerstanden. En dat gaat eigenlijk nooit in één keer. Ja, als ze allemaal in serie staan of allemaal parallel, dan kun je het in één keer. Hier is dat niet het geval. Dus ik zal in stapjes moeten gaan werken en beginnen met het kleinste gedeelte van mijn uh, schakelschema. En om. Uit te vinden welk gedeelte dat is, ga ik weer gebruik maken van kleurtjes. Ik ga eerst rood maken de twee draden die aan de plus en de min verbonden zijn, tot het punt dat allebei de draden gaan splitsen. En dan zie ik eigenlijk dat die vijf weerstanden tussen die twee einden van mijn rode draden, die wil ik eigenlijk gaan vervangen door één vervangingsweerstand, want dan hoef ik die alleen nog op te tellen bij de weerstand van 10 ohm, want die staan dan in serie, en ik heb de totale vervangingsweerstand. Goed, ik heb al een begin. Nu ga ik verder. Nu ga ik mijn twee splitsingen, die ga ik ook een kleurtje geven. En dan ziet het er zo uit. En dan zie ik dat ik in het paarse gedeelte vrij makkelijk klaar ben, want die twee mag ik dadelijk bij elkaar optellen. Die staan in serie. Maar bij het oranje gedeelte heb ik nog een extra splitsing. Dus die ga ik ook een kleurtje geven met groen. En dan zie ik ook meteen waar ik kan beginnen. Het groene gedeelte, die twee groene weerstanden, die kan ik met elkaar gaan optellen. Die staan namelijk parallel. En ik kan die twee weerstanden van 80 ohm kan ik vervangen door één vervangingsweerstand. En daar gaan we de formule voor gebruiken. En ik kies ervoor om in, uh, weerstanden te gaan, uh, uh, de weerstanden te gaan gebruiken. En ik ga dus deze formule gebruiken: 1 gedeeld door vervangingsweerstand is dus 1 gedeeld door weerstand 1 plus 1 gedeeld door weerstand 2. Invullen levert mij 1 gedeeld door 80 plus 1 gedeeld door 80. Samen 2 gedeeld door 80. Moeten we even opletten, dat is 1 gedeeld door de vervangingsweerstand. Dan is de vervangingsweerstand 80 deel door 2 en dat komt uit 40 ohm. Dus in plaats van die twee weerstandjes van 80 ohm, mag ik die vervangen door 1 weerstand van 40 ohm. En ik heb mijn schakelschema al vereenvoudigd. Stap 2 Ja, dan ga ik een ander kleurtje kiezen en ik kies ervoor. Om nu eens te gaan kijken naar de Pasen serie. Want die twee paarse weerstanden die staan in serie met elkaar. En de vervangingsweerstand heb ik dan snel uh, te pakken. Want ik hoef alleen maar die twee weerstanden bij elkaar op te tellen. 40 ohm. Dus ik mag die twee van 20 vervangen door één van 40 ohm. Hetzelfde ga ik uh, bij het uh, oranje gedeelte doen. Ik heb er twee die in serie staan. Die zijn allebei 40 ohm. De vervangingsweerstand heeft de waarde van 80 ohm. Nu ben ik weer een stap verder. Nu heb ik eh, tussen mijn twee rode uiteinden heb ik nog twee takken zitten. Die twee takken staan dus parallel aan elkaar. En eh, die twee takken, dat is dus paars en oranje, die kan ik gaan vervangen door één weerstand. En eh, dan ga ik weer de één gedeeld door vervangingsweerstand gebruiken. Ik heb nu eh, twee waarden, namelijk 40 Ohm en 80 Ohm. Ik krijg 1 gedeeld tot 40 plus 1 gedeeld tot 80. Dat kun je uit je hoofd doen. 1 gil tot 40 is namelijk hetzelfde als 2 gil tot 80. En 2 gil tot 80 plus 1 gil tot 80 is 3 gil tot 80. Dan is de vervangingsweerstand precies het omgekeerde. 80 delen door 3 is afgerond 27 ohm. Dus ik mag deze twee vervangen door eentje van 27 ohm. En dan is het laatste stukje natuurlijk makkelijk. Want ik heb nu nog maar twee weerstanden in serie. Die mag ik met elkaar eh, optellen om de vervangingsweerstand te krijgen. En dat is dus uh, de rode lijn. En de vervangingsweerstand, de totale vervangingsweerstand van mijn hele uh, schakeling, die is dan 10 plus 27 is 37 ohm.